wedstrijd is over. Hoeveel train je nou nog, Bert? 3 keer in de week. Ja, 3 keer in de week. Maar net lekker. Een oude man is goed, toch? Een paar keer trainen. Ja. Maar je doet nog steeds gewicht en een beetje conditie. En worstel je nog wel eens? Heel weinig. Heel weinig. Ik heb een blessure, dus dat gaat... Met je heup, hè? Je moet een nieuwe heup hebben eigenlijk. Waarschijnlijk, ja. Ja. En wanneer is je laatste worstelwedstrijd geweest? Dat was, dacht Hoe ik, oud was 3 je jaar geleden of zo. 3 jaar geleden? Ja. Was je 67? Nee, dat was 66. 66? Ja. Ja. En hoe ging dat? Dat ging leuk, ja, voor mij. Want? Nou ja, ik won die partij. Het is altijd leuk als je wint, hè? Worstelaar Bert Kops heeft 2 grote liefdes in zijn leven. Zijn familie en zijn sport. Hij is de beste worstelaar die Nederland ooit heeft gekend. Hij behaalde meer dan 25 Nederlandse titels en won verschillende Europese kampioenschappen. Zijn hele leven heeft hij keihard getraind voor een sport waarin Nederland eigenlijk geen eer aan te behalen valt. Maar de liefde ging boven de roem. Nou, ik was een jaar 14, geloof ik, en ik was 15 dan. Dus, ik ben nu 70, dus reken maar uit. Dat is dan 55 jaar dan hebben we elkaar. En waar hebben jullie elkaar ontmoet? Op dansen. Ja, we dansten. We deden nog het ouderwetse dansen, hè. Stijldansen heet het. Hè. De Engelse wals en de quickstep, foxtrot, tango en de rumba. En hoe was Bertje toen? Ja, een bink. Ja, want ik kon leuk dansen, hè, geloof hij ik. Hij kon goed dansen. Hm? Ja. Dat is wel leuk. En hij worstelde dus en dan gingen we kijken. In eerste instantie begon ik met boksen. En dat heb ik een halfjaartje gedaan. En toen ben ik op judo gegaan. Dat vond ik ook leuk. En uiteindelijk gingen we met vriendjes in het Oosterpark gingen we de judogrepen beoefenen. En toen kwam er een bestuurslid van de vereniging Hercules, een worstelvereniging, die kwam langs en die vroeg: jongens, jullie moeten eens gaan worstelen, dat is ook leuk. En toen zijn we naar de worstelvereniging gegaan. Maar beviel het? Want je hebt best wel, ja, het is niet direct, het is volgens mij een jongensdroom, worstelen. Nou, ik denk dat het wel een jongensdroom is geweest voor mij vroeger, worstelen. Ik was er wel in geïnteresseerd altijd. Weet u nog dat u het voor het eerst zag? Dat u dacht, hey, dat vind ik een leuke sport. Ja, ja. Kunt u dat beschrijven nog, dat moment? Nou, ik was er gewoon door. Ja, hoe moet je iets beschrijven wat je leuk vindt? Als je een mooie vrouw ziet lopen, kun je het ook wel beschrijven. Maar dan zeg je, goh, een mooie vrouw. En dan ben je ook gepakt door die mooie vrouw natuurlijk wel. Ik vind worstelen ook wel. Ik werd verliefd op die sport. Gewoon verliefd. En ik vond alles prachtig wat er gebeurde. Net zoals je verliefd werd op Henny. Ja, ja. Ja, zoiets, hè. Ja, gewoon verliefd, ja. En alleen de liefde werd even getemperd toen ik thuis kwam. Bij mijn enthousiast kwam ik thuis. En toen zei ik het zo tegen mijn vader. Hij zei, nou, goh, ik zit nu op worstelen. Dat is een mooie sport, worstelen. Zei mijn vader, als je er maar vanaf gaat. Die vieze sport moet je niet doen. Flikkersport, zegt hij, moet je niet doen. En, nou ja, ik ben er niet tegen ingegaan natuurlijk. Ik dacht alleen bij mezelf, ik ga het toch doen. Maar waarom vond uw vader het... Nou, mijn vader die dacht dat het iets te maken had met mijn homofielen. Ja. Omdat er twee mannen op een ja, tegen ja, elkaar... Ja, 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 ja. Dat is, maar dat is een heel... Echt oude. Het is ongelooflijk achterlijk natuurlijk. Hè? Want bedoel, je gaat niet met elkaar gooien en smijten. Hè? Als je, die wil je alleen maar liefde doen voor elkaar, toch? Hoe fanatiek was hij? Ja, maar nou, de sporten heel erg. Moet ik even wat van vertellen, hè? Nou, heel fanatiek. Vertelt u eens. Nou, altijd wilde winnen natuurlijk. Ja. Hè? Dat is de echte sporter natuurlijk. Ik heb een keer mijn verkering uitgemaakt, omdat ik me gebonden voelde dat ik zaterdagavond niet kon worstelen.
Die zei, hey, niet spijt me, maar ik moet nog eventjes worstelen. Dan gaan we wel weer... uitgemaakt een verkering, omdat ik dus het worstel op dat moment de voorrang gaf. En wat vond u daarvan? Dat is natuurlijk vreselijk. Ja, maar het is niet zo lang uit geweest. Nee, dan. Kort. Paar toen het worstelseizoen afgelopen was, was het wel weer. Ja. Maar kunt u eigenlijk zeggen wat uw grootste liefde is? Mijn grootste liefde? Nee, ik. Van u, ja. Mijn man natuurlijk. Ja. En mijn kinderen en kleinkinderen. Maar van u? Ja, ook. Ja, natuurlijk. Mijn grootste liefde is mijn vrouw. Ja? Penny. Kunt u tuurlijk. Dat nu toch echt wel zeggen? Ja, of is het toch, ja, of is het toch het worstelen nee, gebleven? Nee, absoluut niet. Nee. Ja. Je wordt natuurlijk in de loop van de tijd word je wijzer en verstandiger. En denk, nou, ik heb toch een hele fijne vrouw. Daar ben ik toch wel heel erg gelukkig mee. Zo, eventjes... Oké, dan... Dus jij gaat Doeltje even aanpakken. Ja, want ze zit onder de klit. Ja. Dus... Een soort borstel is dat? Ja. Ja, zo lang. Hier? Weg. Het is wel even nodig hier, hè? Het is echt erg met haar. Wanneer wordt ze korter geknipt? Nou, ja, eigenlijk pas in augustus, maar... Mag het niet eerder dan of zo? Maar eerder, denk ik. Okay. Ja, eigenlijk niet. Ik ken één keer, kan je dat zelf vandaag één streep doortrekken. Lange rechte streep. Zo, ja. Ja. Wat mij opvalt is dat de familie Kops een hele hechte familie is. Ja, gelukkig wel, ja. Ze zijn allemaal even leuk met elkaar. We hebben 3 kinderen en we hebben 6 kleinkinderen. Het is wel een heel mooi hondje, dit vind ik. Had jij niet gedacht, hè, Peter? Dat ik zo'n filmster ben, hè? Dat had jij niet gedacht dat ik zo'n filmster ben. Oh. Lange jab, je lichaam staat dwars. 1, stap bij. 1, opstoot, terug. 2, jab, die kant opstappen, rechtse hoek, steeds afwisselen. 1 en eronder, 1 en opzij, lange hoek in. Hoi! Wanneer heb je deze sport geopgericht? In 1985. Ik zag het belang van Bert. Bert is helemaal gek van sport in het algemeen. En met name over worstelen. Ja, ik denk, dat moet ik toch voor die jongen. Ik had de mogelijkheden. Zoiets proberen te krijgen. En Bert vindt ook altijd alles in wat hij zoekt. En dus je hebt het eigenlijk een beetje voor je zoon gedaan? In principe wel. Ja, daar, zo is het begonnen. Maar niet wetende dat het zo'n drukke sportschool zou worden. De vrouw die heeft verantwoordelijk over de bar en over de ontvangst van contributie en dergelijke. En mijn dochter die gaat s'avonds achter de bar staan en die houdt dan de dagelijkse administratie bij. Het is wel bijzonder dat het dus een hele familiebedrijf is geworden. Ja, nou we kunnen gelukkig allemaal goed met elkaar opschieten. Als er wat aan de hand is, dan zeggen we het ook meteen tegen elkaar en dan vechten we het even uit. Bloederig wordt het nooit. Dus dat is dan prima. Ja, let op. Hij mag die pop niet op zijn kop gooien. Dat mag niet. Hij gooit hem ook duidelijk op zijn rug. Dat is de tactiek. Nou, dat is techniek. Verboden. Je mag niet je tegenstander zijn kop gaan gooien. Hier, helemaal onderdoor. Als je hem zijn kop gooit, dan kan je natuurlijk een beetje naar terechtkomen. Je nek kan in de knoei komen. Daar heb je niks aan. Dit is de middelgreep achterwaarts. De gehaakte okselarm-schouderzwaai. De armgreep met neksteun achterwaarts. Allemaal gereglementeerde grepen die een goed getrainde worstelaar perfect beheerst. Het principe is natuurlijk heel simpel. Je moet je tegenstander oppakken en op zijn rug leggen. En dan mag je een beetje hard gooien, maar je mag hem ook rustig op zijn rug leggen. Het is mijn zoon, dus ik ben niet van plan om echt uit te gooien. Want dan krijg ik natuurlijk keihard terug van hem. Hè. Dus dat doe ik dus niet.
Wat ik nu even doe is dus gewoon een... ik ga hem beetpakken. Ik kom achter hem en til ik hem op een beetje. En dan kun je op die manier kun je, 3 variaties, maar die doe ik niet. Ik doe de eenvoudigste variatie. Ja, dus we gaan bezig, we gaan vechten. Ik kom achter hem. Ja, zorg dat hij hier langs schiet. Dit doe ik dan. En dan pak ik hem hier beet. Zo, til hem op. En dan kan ik achterover gaan. Ik kan achterover gaan met hem. Ja? Maar ik kan ook rustig op mijn knieën gaan en dit doen. Deze beweging. Ik krijg sowieso punten voor. En dit is lekker makkelijk ook. Dan hoef ik ook niet zo moeilijk achterover te gaan. Dan pak Bert met mij nu een armzwaai. En dan ga ik op mijn rug. Dit is echt poussé, dan heb je verloren. Dat gun ik Bert wel. En nu lig je eruit. Ik heb hem verloren. Nou is het gewoon klaar. Klaar, voor mij betreft. En over. Ja, want u bent op een gegeven moment gaan werken bij de, bank, bij de Nederlandse bank. Ja. En daar was u programmeur. Nou, ik ben niet programmeur begonnen hoor. Ik zat in de bewaking. Ik ben als bewaker begonnen bij de bank. En hoe bent u dan opgeklommen? Ja, dat is het punt. Ik heb, daar heb ik ook 4 jaar gezeten als bewaker. Met nachtdienst en avonddienst. Daar ben ik ook gaan leren, gaan studeren. Boekhouddiploma, MBA en een MULO-diploma. En daardoor viel ik op en werd ik overgeplaatst naar een afdeling. Het vervelende is altijd geweest dat ik de bewaker was en worstelaar. Dat heeft me bij de bank heel erg tegengewerkt. Waarom? Nou, een worstelaar is nou een worstelaar. We hebben liever cricketers of zo, of mensen die voetballen en wat dan ook. Een worstelaar, een domme worstelaar, weet je wel. Ben je er ook nog een keer ook in een bewaking gezeten? Maar ja, om het programmeren zo goed onder de voet en onder de knie had, heb ik, wat ik in de Mumford uit was, ik hoofdprogrammering. Maar dat lijkt me wel heel vervelend. Heel erg. Ja, dat is heel vervelend. Maar het is wel goed voor je karakter. Waarom? Want, nou, dan ga je toch vechten. Maar als ik in het buitenland moest worstelen, dan had ik een tactiek van de underdog. Ik dacht, weet je wat, ik ga me maar slimmielig opstellen. En een beetje met hangende schoudertjes en zo, een beetje zullig, weet je wel, zo. En dan, dat scheelt, vooral tegen Duitsers scheelde dat heel veel. Want die denken dat ze ubermens zijn, hè, sommigen. Dus die gingen naar de mat op tegen zo iemand en zo. Ja, en vonden ze prachtig. En dan pakten ze me beet. Ja, dat was er gebeurd met ze. Want toen ontplofte ik natuurlijk, door mijn snelheid. Dus dat was mijn tactiek, dus in het buitenland. Maar dat deed u dus naast de mat, moet ik me voorstellen. Nee, dat op u... de mat. Op de mat, oh, ging op ik de mat deed u ook ja, een beetje... Ja, we moesten naar elkaar toe lopen. En die tegenstander, ik weet dus een ervaring. Als ik heb een tegenstander, dan hou ik die tegenstander toch in de gaten steeds. Dan denk ik, hey, wacht, daar loopt hij. Wat doet hij? En weet je wel, wat doet hij? Doet hij warming up of doet hij dat niet? Enzovoort. Dat hou je in de gaten, je tegenstander. Dus ik wist ook dat hij mij in de gaten hield. Dus als ik me gewoon zo milde gedraag, dan... Mocht hij best denken dat ik een slap kereltje was. Maar ik heb het zelfs een keer meegemaakt in Denemarken. Dat vergeet ik nooit, het verhaal. Dat ik vrijdagavond stapte ik in een naald. Van, een vrouw moet natuurlijk heel veel hand naaien voor de kinderen, kleding. Dat was zo'n naaimachine naald, afgebroken. En die lag op de grond. Toen werd ik net ingetrapt met mijn hiel. Zo. Ik zat helemaal in mijn hiel. Ik kon er niet meer aangehaald worden, want ik moest de volgende dag naar Denemarken toe. Ik zat het ding nog in mijn hiel, dus ik kon er niet op lopen. Dus ik liep er echt kreupel op. Dus dan ging ik ook kreupel om te maken, toch tegen een Duitser toevallig. En ik dacht, nou, dat is helemaal niks. Dus ook een mooi jaar buiten, ja. En toen had u hem wel te pakken? Ja. Ja, hij was een sterke kerel. En hij zei, ik pak hem beter op zijn middel. En dan ga ik achterover met hem. Dus dat hoorde ik hem denken. Dus hij pakte hem op zijn middel bij zo. Dan pakte hij zijn arm en dan ging ik namelijk het over. Dat ging zo prachtig. Lekker, hè? Ja, jongen. Lekker, hoor. Ja,
Zo'n man is de 35-jarige Bert Kops van Hercules Amsterdam. Die zal deelnemen aan de Olympische Spelen in München in het licht zwaargewicht Grieks-Romeins worstelen. Men denkt dus dat worstelen een spel is van arme benen breken en nekkraken en wurgingen en ogen uitsteken enzovoort enzovoort. Worstelen helemaal niet. Worstelen is een edel spel van grepen. Tijdens de Benelux-kampioenschappen in Os kwam Kops onder meer op de mat tegen de Belg Le Bailly in een wedstrijd die 3x3 minuten duurde. De Belg begon nogal fel, maar onze nationale kampioen behandelde hem alsof hij tot de vedergewichten behoort. Bij het worstelen gelden regels zowel voor de strijd in staande als in liggende positie. Al zou je dat hier niet zeggen. Ik zou even mijn bril afdoen. Want... Oh, dit wordt echt... Want dat is... Nee, dat niet, maar... Had je hoofd gelakt. Pak dus een... Uitzwaai. Ja, naar voren toe. En... Dat valt aan, broer. Hier, kijk. Naar de bedoeling. Dat ik hem natuurlijk... Hij moet ik natuurlijk zijn rug zien te krijgen. Ja. Maar hij is heel sterk in die rug. Op een gegeven moment trekt hij mij er gewoon overheen. Ja! Dan moet ik in brug staan natuurlijk. Nou sta ik in brug. Dus ik ken hem niet zoveel. Dus je moet zorgen... Ik doe een beetje slimmer. Ik draai naar hem toe. Oh, sorry. Oh, nee. Ik draai naar hem toe dan, hè. Ik ken ook nog een keer. En maar zorgen dat je... Ja, niet met je rug op de grond komen. Ja, dus. Ja, zit er vast. Dus je kan niet anders. Vastgezet. Heb je alles nog verloren, hè. Dus ja. Zo kan je niet brug. Kamprechters en scheidsrechters zien toe op de naleving van de regels. Waarbij de laatste desnoods op de knieën gaat om te zien of er een schouderaanraking met de mat plaatsvindt. Want daardoor eindigt de partij. Kops drukt de Le Bailly op de voorgeschreven wijze tegen de matras. Waarna hij zich door zijn trainer enige koelte mocht laten toezwaaien. Met zijn overwinning heeft hij opnieuw zijn uitzending naar München gerechtvaardigd. Dus ik moest ervoor zorgen dat ik gedurende 3 jaar lang bij de eerste 10 kwam. Bij wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen. En dat is toen gelukt. En 50 worden een keer, eertje 4e, 8e enzovoort. Maar er was genoeg om je te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Dus al jammer genoeg ging ik alleen. Dat is ook niet leuk natuurlijk. Als enige Nederlander. Enige Nederlander die worstelde. Ja. Dus ik moest me daar in München moest ik natuurlijk mijn trainingspartner zoeken. En welke atleten waren dat? Nou, ik heb met het noorden getraind, met de Grieken, Syriërs, Koreanen. Israëliërs. En uiteindelijk ook dan de Israëliërs. Maar toen gebeurde er een drama. Palestijnse terroristen gijzelden 9 leden van het Israëlisch team. Onder de gegijzelden zijn ook de worstelaars waar Bert mee heeft getraind. Naar de weging ontdekte je dat. Dat er dus was er een moer in het dorp. Hè? Dus, dat was niet geen normale situatie. De burgemeester van het dorp, die had ook een burgemeester, die liep dan in richting op. Van wat achteraf blijkt aan het Israëlische kwartier. Waar de Israëliërs zaten. En, maar voor de rest hoorde je niet veel. Pas later op de dag hoorden we dat ze gegijzeld hebben. De gijzeling eindigt in een bloedbad. Alle gegijzelden komen om het leven. Dus ik denk, ja, moet je wel, wat zoek ik hier nou nog? Ik heb niet in gedacht ook, want moet ik nou, de jongen is doodgeschoten, moet ik naar een mat of stappen waar hij misschien gelopen had. Kunt u zich herinneren hoe hij, wat hij daarover vertelde? Jawel, hij heeft met de jongens getraind, dus dat was verschrikkelijk natuurlijk. Ja. En ik zeg groot gelijk. Dat hij teruggekomen is? Dat hij teruggekomen is. Als je er niet meer achter staat, dan... Hè? Nou ja, voor de rest heb je niet meer gekeken naar de uitzendingen. Ja, dat was natuurlijk een teleurstelling. Ik ben op het einde gestopt met internationaal worstelen. Ja, is goed. Doe zo. Die
is nou de baas van de sportschool? Nou, in principe ben ik nog steeds de baas van de sportschool. En dat is me goed ook. Eentje moet de baas zijn. Al voer ik dat niet uit in woord en geschrift. Maar dat is gewoon een kwestie van, zo is natuurlijk. Of de baas in de sport. Ik ben hier thuis ook de baas. Terwijl, maar Henny heeft meer te vertellen. Maar het is gewoon zo. Dat is bij ons, we zijn een beetje. We lossen het met elkaar. We lossen het gewoon samen op. Maar uiteindelijk, als ik overwegende bezwaren heb, dan gaat het niet door. Ja. Vroeger was mijn trainer altijd op snelkracht trainen. Altijd. Op snelkracht. Het is in verband met je technieken. Is het van belang dat je dan ook pakt en weggaat. Beetje explosief. Snelkracht nodig. Ja. Ik doe het nog te langzaam op het ogenblik. Omdat het gewicht iets te zwaar gekozen is. Maar normaal dan. Je ziet je gewoon een beetje eruit te kletsen. Ja. Je moet toch eens muziek bedenken. Hè? Ja, het was een toernooi. Je was een toernooi van veteranen. En, ik was toen 60, 62 of zo. En mijn tegenstanders die waren ook niet zo jong hoor. Die waren 55. Want de grens was van 55. Dus ik had een beetje gemuizeld. Maar je mocht wel meedoen dus? Ja. Ja, ik was helemaal uit Nederland gekomen. Die mij nog ook meedoen. Dan dacht ik, die verlies toch. Maar die banden, die waren... Ja, die verlies toch. Die mannen, die waren ook best wel een beetje dik, hè? Ja, dat viel mij ook op. Hoe kan het nou? Dat je dan durf je de mat op te stappen. Dat vind ik ongelooflijk. Ja, met een beetje je zo'n... Je moet nog een beetje conditie hebben. Ja, een beetje zo'n blubberbuik hadden ja, ze. Ja, precies, ja. En... Dat wel sterk en zo, maar kijk, als je dan tegen zo'n jongen 2 minuten moet worstelen tegen, dan is je helemaal kapot. Dan heb ik ook dankbaar gedrag van gemaakt natuurlijk. Ja! We gaan die bak op. Ja! En heb je die wedstrijd in Duitsland eigenlijk gewonnen? Ja. En hoe vind je het om naar jezelf te kijken dan? Nou, ik heb mezelf achter zo gezien op de film. Dat gaat wel, hij is goed bruin. Dus ten opzichte van hem. Ziet er goed uit, denk ja, je dan? Ja, ik denk dat hij er toch redelijk goed uit vind ik wel van 62. Beetje rustig met bedje doen. Ik laat het binnen, ik laat papa binnen. Ik laat papa altijd binnen. 1, 2. Ik vind het wel bijzonder om 2 van die mannen zo te zien stoeien. Gewoon vader en zoon. Ja. Zonder elkaar pijn te doen, hè. Dat is belangrijk. Hè? We doen elkaar geen pijn. Heel vaak zijn we ook. Ja. Nou heb ik wel een vraag, want jullie aan precies dezelfde oor. Ja. En aan precies dezelfde kant ook. Is het zo? Een hele dikker, hè? Laat eens even zien. Nou, dat komt op knelling van het oor. Dus als bijvoorbeeld op een bepaald moment de arm hier komt, kijk hier, dan, en hij komt een beetje hard over, ja, dan kan er een bloedafstorting komen. En die bloedafstorting, als het niet goed behandeld wordt, of als je ongeduldig bent, dat wordt een soort kraakbeen, bindweefsel dat er komt. En dat is niet meer weg te halen. Maar als het behandeld wordt, dan halen ze het bloed eruit. En dan moet je zorgvuldig wachten totdat het helemaal genezen is. Maar ja, dat is niks voor jullie, gezorgvuldig. Maar hoe kan het nou dat het ook precies dezelfde oor is? Dezelfde kant? Is dat gewoon... Zit in de genen. Ja, dat is heel toevallig wel. Ja, dat is echt heel toevallig, ja. Doet het zeer eigenlijk? Ja, die andere kant is ook niet zo erg, bij jou ook niet. Nee, ook minder, ja. Nee, niet meer. Maar als je het pas hebt en het oor breekt eigenlijk, zijn gebroken oren eigenlijk. Dan heb je die zwelling erop en het kan heel gevoelig zijn. Ja. Dat is echt heel naar. Heel veel blauwe schade. Dan kan ik steen erop slaan, ik voel helemaal niks meer. Ja. Dat is ook wel lekker. Ja. Deze week in Ter Plaatse, diefstal bij winkel op Muiderpoortstation in Amsterdam. Benzinedief in